Dit is dus de grasmachine op grasgas, of de grasgasmachine. Ik leg het nog eens uit, zoals ik in de uitzending gedaan heb, maar dan een beetje uitgebreider voor de liefhebbers die eventueel zelf een grasmachine willen ombouwen tot een zelf brandstofopwekkend monster. Dus je rijdt het gras af. Dat gebeurt dus hier aan het maaidek. Het gras komt hier naar boven. En komt dan via deze kap, via deze buis, komt het in de droogtrommel. Dat is heel belangrijk. De droogtrommel die draait rond. Dat is hier met een ketting verbonden aan een wiel die tegen het achterwiel draait. En die zorgt ervoor dat die droogtrommel heel traag meedraait. Dat zijn eigenlijk allemaal losse kleppen. Die open hangen naar beneden als ze boven zijn. Maar als ze beneden komen, dan houden ze eigenlijk elkaar dicht. Dus een trommel is van onder altijd gesloten en van boven altijd open. Dus hier kan er dan gezellig gras in. Er loopt een warme buis in, dus je hebt een circulatie en een warmtebron. Dus in principe is dat een soort droogkas. Als je gras droog genoeg is, dan haalt je het eruit en dan steekt je dat hierin. Ja, dit is een klein beetje, laten we zeggen, ingenieurspoëzie. Je gaat natuurlijk geen pallets maken met een pasfiet. Maar stel dat je hier een palletmachine hebt, dan vallen er hier pallets uit. Dat is dan uw brandstof. Helemaal beneden, hier zit een buis in die helemaal tot beneden loopt. Helemaal beneden is een heel warm vuur, echt gloeiend heet. Dat is een houtskoolvuur, eigenlijk die pallets die aan het gloeien zijn. En door die hoge temperatuur worden die pellets daarboven bij wijze van spreken gedestilleerd. Pyrolyse noemt dat. Dus dat betekent dat eigenlijk uw hout gasvormig wordt. Dus eigenlijk alles van het hout wordt verdampt. En dat is de rook die hier dan uitkomt. Die loopt dus hier zo door die buis en die komt hier dan uit. Maar er zit nog van alle viezigheid in, dus dat moet eruit. Dus de eerste is de cycloonfilter. Dat is vooral om alles van water eruit te halen, want je wilt natuurlijk geen water in de motor van je grasmachine duwen. Dus dat is eigenlijk een buis die hier binnenkomt. Dat draait, want het gas kan alleen maar naar buiten, naar beneden. Want er zit hier een buis die tot op deze hoogte zit. Dus het gas begint hier te draaien. En dat is net hetzelfde als je slaaswierder. Als je met je slaaswierder zwiert, dan vliegt alles van water naar de buitenkant. Dus dat gebeurt ook hier. Het water vliegt hier door de draaiing van uw rook naar de buitenkant. Het water loopt langs de rand hier naar beneden. Mocht ik dat opendraaien, er komt een vies bruin sop uit. Het gas, dat kan door deze centrale buis hier naar boven. Dat is gloeiend heet. Dat kunt je niet in je motor doen, want warm gas, dat zet uit. Dus dat betekent dat er eigenlijk minder gas zit in 1 liter gasmengsel. Dus je wilt dat zo koud mogelijk krijgen, omdat het mengsel dan rijker is. Dus dat is mijn radiator. Dat is hier gewoon een soort van buizensysteem. En dan komt het afgekoelde gas komt hier in een tweede filter. En dat is de hamsterkooifilter, heb ik die genoemd. Dat is een filter, daar zit van die houtschilfers in die je in een hamsterkooitje of bij je konijn of je cavia gooit. En dat is eigenlijk om de laatste viezigheid uit uw rook te halen. Roet zit er nog in, en teer, tannines, dat soort dingen. Dat wil je niet in uw motor, dus dat moet er ook allemaal uit, want anders plakt uw motor dicht. Als dat allemaal gefilterd is, komen we hier in deze buis. En op zich zit hier alleen maar nuttige dingen in. Methaangas, waterstofgas, dat zijn allemaal brandbare dingen. Koolstofmonoxide ook, maar dat is niet zo belangrijk om te verbranden. Maar dat zit er ook nog in. En dat loopt dan zo hier langs deze buis. Hier doe ik er nog een beetje zuurstof bij, dat moet je maar afregelen. En dan doen we de kapot open. Die buis komt hier dan in uw carburator eigenlijk. En daar gaat normaal gezien benzine in de motor, maar nu is ons benzine het gas. En dat komt in uw motor en daar draait uw grasmachine op. Dat is de grasmachine op gas.